Maar het was wel pittig hoor. Dat is ook een pittige beslissing. Alleen ik ben blij dat ik het nu doe. Ik heb nog twee wedstrijden die ik ga rijden in Insel dit weekend in Heerenveen. Dus ik heb nog een klein afscheidstoernooitje in ieder geval. Dan weten de mensen dat. Wat gaf voor jou de doorslag? Dat ik weet wat er bij komt kijken bij topsport en bij winnen. En als ik wil winnen, en dat wil ik, dan weet ik wat voor opofferingen ik daarvoor moet maken en wat dat gaat inhouden. En voor een Olympische Spelen is dat makkie. Dat is makkelijk om overal nee tegen te zeggen. En dan richt je je daarop met al je gedachten en dan kun je ook alles uit jezelf halen. Alleen om me zo te kunnen focussen, dat gaat me niet lukken denk ik voor andere wedstrijden meer. Misschien als een Olympisch traject ingaat dat je uiteindelijk als doel hebt de Spelen, dan lukt dat. Maar dat is zo ver weg voor mij nu, dat ik nu kan stoppen in topvorm, in fysieke goede gesteldheid. Dat ik gewoon met een lach op mijn gezicht nu kan stoppen. En dat is me ook wel veel waard.